Ik ben vandaag op de fiets. Fiets. Hier naartoe gekomen met de bus. Met de tram. Duurzame mobiliteit is voor mij mobiliteit die geen milieuverontreiniging veroorzaakt, geen uitstoot heeft. En ook die ook een beetje gezond is. Dat je vooral een bewuste keuze maakt, 's ochtends voordat je naar je werk gaat. Hoe ga ik daarheen? En als het even kan met de fiets of het openbaar vervoer. En als het echt niet kan met de auto. Maar dat je in ieder geval dat het een bewuste keuze is. Een fietstos is eigenlijk een gimmick, een muntje, wat je op kan gooien van hey, ga ik vandaag met de fiets of ga ik met de auto? En we zeggen eigenlijk ook tegen elke automobilist, in jullie schuilt eigenlijk altijd een fietser. Hè? Omdat in Nederland iedereen in zijn jeugd heeft gefietst. Als het heel hard regent, dan wil ik nog wel eens met de bus pakken. Als het nou harder gaat regenen, dan gaan we naar huis en pakken we de auto. In de Europese Mobiliteitsweek is het belangrijk dat mensen zich bewust worden van hun verplaatsingsgedrag. Ik denk dat het vaak een gewoonte is. Je bent gewoon gewend om in de auto te stappen of je bent gewend om zo naar je werk te gaan. De uitkomst moet eigenlijk zijn dat mensen gaan nadenken over de manier waarop ze zich verplaatsen. En nadenken over of dat niet op een gezondere en milieuvriendelijkere manier kan. En het is niet zo van, oh, de auto is helemaal slecht en je mag nooit meer met de auto. Maar gewoon dat je er in ieder geval over nadenkt.